Welkom bij vlog 4 van de Smaragd. Mijn naam is Jemeen en vandaag ga ik wat vertellen over het vervoer bij de Smaragd en een ander aspect binnen geweldloos verzet wat wij gebruiken. Ik neem jullie mee. Bij de Hoenelo groep wordt er gebruik gemaakt van bussen. Deze bussen die kunnen groepen gebruiken om met kinderen naar afspraken te gaan en biedt eigenlijk ook genoeg zitplaatsen om een groep in één keer mee te nemen. Omdat de Smaragd een individuele behandelsetting is, hebben we er eigenlijk voor gekozen om niet met deze bussen te gaan werken. Omdat een bus al snel ook de aanzet geeft tot het meenemen van meer jongeren. En de visie van de Smaragd er eigenlijk op gericht is dat we met één of twee jongeren, of een keer misschien drie, een ritje kunnen maken. Al gauw zijn er dan ook bij drie kinderen twee begeleiders mee. Daardoor heeft de Smaragd ervoor gekozen om niet met bussen te werken, maar met gewoon dagelijks personenvervoer. Als wij deze niet gebruiken, wat gebruiken wij dan wel? Dat laat ik jullie nu zien. Wij maken gebruik van personenvervoer, zoals deze auto. Dat is ook opgericht zodat we kinderen weg kunnen brengen op verlof. Zodat wij met kinderen mee kunnen gaan naar een zitting. Hier geen DVNO voor in hoeven te schakelen. En eigenlijk ook zo op deze manier veilig de weg op kunnen met onze kinderen. Als we 1-op-1 of 1-op-2 rijden. In mijn vorige vlog heb ik wat verteld over hoe wij omgaan met spanning bij kinderen. En hoe wij het ijzer smeden wanneer deze koud is. Een volgend aspect na spanningsopbouw en escalatie is gericht op het herstel van de relatie. Hierin vragen wij kinderen om een herstelgebaar te maken, waarin het niet zozeer gaat om een sorry of een excuus of het geven van een handje, maar staat echt het gebaar centraal. En achter mij op de muur zien jullie enkele gebaren van onze kinderen die ze hebben aangeleverd als herstelgebaar. Overduidelijk zijn de kinderen bij de Smaragd iets meer fan van kleuren en tekenen. Mochten jullie hier nog ergens vragen over hebben, kan je me gerust een bericht sturen en bedankt voor het kijken.